Vrijdag bleek maar weer eens dat Hardenberg een echte sportstad is met een fantastisch atletiekgala, de City Run. Maar liefst 2000 deelnemers gingen van start met onder hen een tal van topatleten. Maar ook werden er in de Walk of Fame twee tegels onthuld door waterpolospeelsters Rianne Guigelaar en Marieke van der Ham. Ze kregen samen een tegel. Schaatser Remco Oldeheuvel was schaatser bij de VPZ-ploeg en heeft onlangs de overstap gemaakt naar de TVM-ploeg als sprinter. Zijn broer Wouter schaatst al in het team van TVM en is allrounder en trainingsmaatje van Sven Kramer. Olga Commandeur, een voormalig topatleet, kwam nu wel naar Hardenberg en onthulde alsnog haar in 2008 gelegde tegel. Terug naar de City Run. Ook de Avero Talentenloop voor junioren was vrijdagavond een hoogtepunt en moet binnen enkele jaren uitgroeien tot Nederlands grootste juniorenwedstrijd. De deelnemers op de 10 kilometer maakten er ook een fantastische wedstrijd van. Vrijdagavond zendt RTV Hardenberg in het programma Tussen Oost en West een uitgebreide reportage uit van de City Run 2010 en de uitbreiding van tegels in de Walk of Fame. Vrijdagavond om 7 uur, om 9 uur en om 11 uur kunt u kijken. En de herhaling is zondagavond om 7:30.